doet zo pijn in de ogen dat de Volvo's niet meer staan en de auto's niet meer staan. En dat het leeg is en ja, dat we er zo hard voor gewerkt hebben. Dus dat is echt ja, heel diep zitten. Heel diep. Jan van Sommeren nam de rijschool 30 jaar geleden over van zijn oom. De laatste jaren leidde hij het bedrijf samen met zijn zoon. Rijschool van Hulst was een familiebedrijf en een begrip in de omgeving van Druten. Maar na 58 jaar komt daar een eind aan. En dat doet pijn. Dat komt heel, heel hard op je dak. Dat is, ja. Wat ja. Doet dat? Heel veel pijn. Het heeft natuurlijk een klein beetje te maken met een prijzenoorlog. Kijk, in 2011 hebben we heel veel kandidaten erbij gekregen, omdat de leeftijd toen teruggezet is. Mensen met 17 jaar mochten rijbewijs halen. Hartstikke druk. Maar daarna krijg je wel een gat. En als we dan collega rijscholen in de buurt hebben die voor €35 per uur gaan werken, daar kun je gewoon niet in mee. Van Hulst is niet de enige rijschool die door de grote concurrentie moet stoppen. Dit jaar gingen er al 4 Gelderse rijscholen failliet. En dat is niet zo gek, want elk jaar groeit het aantal verkeersscholen. In 6 jaar tijd is het aantal rijscholen in Nederland met 40% toegenomen. Volgens brancheorganisatie BOVAG is het te makkelijk om een rijschool te beginnen. Wij zouden graag zien dat die eisen wat worden aangescherpt en dat er ook eisen komen op het gebied van ondernemersvaardigheden. Want dat zit nu helemaal niet in de opleiding. Als je instructeur bent, dan mag je ook een rijschool beginnen. En we zien het te vaak daar misgaan. Het gaat dan vooral vaak mis bij kleine eenmansrijscholen die weinig passie hebben voor hun vak. Dat zijn de mensen die denken snel geld te kunnen verdienen in rijscholenland en daarbij niets ontziend te werk gaan. En ja, dat zou je ook cowboys kunnen noemen. En die kijken niet zo nauw en beginnen gewoon en kijken al waar het schip strandt. En daar zijn de leerlingen de dupe van. Kelly Boerboom zit inmiddels bij haar 3e rijschool. Haar vorige instructeurs gingen failliet. Ja, dat was ook echt dramatisch. Ik heb er eigenlijk over nagedacht om eigenlijk ook te stoppen. Maar toen zei ze ook tegen mij van ja, Kelly, dat is gewoon hartstikke zonde. Ga gewoon lekker verder. Want ja, ik ben gewoon echt ook gewoon daardoor heel veel geld kwijtgeraakt. Dus in totaal heeft het me denk ik wel zo'n kleine €2300 gekost. En dan heb ik het nog niet. Moeten we ook maar afwachten. Kelly les nu bij een grotere rijschool. De grootte zegt niet per se iets over de kwaliteit. Maar je ziet onder de beginnende rijscholen zie je vaak wel problemen ontstaan na een jaar. Dat is natuurlijk niet goed voor de reputatie van de hele rijscholenbranche. Het is natuurlijk nogal wat. Je gaat daar leren veilig deel te nemen aan het verkeer. En ook gerenommeerde rijscholen die al heel lang meedraaien, die draaien ook op vertrouwen van de ouders met name. Maar die ouders zouden best iets kritischer mogen zijn bij het kiezen van een rijschool. Want vaak wordt er vooral naar de prijs van een rijles gekeken. Ze willen zo goedkoop mogelijk een opleiding hebben. Maar ze hebben geen idee dat een goedkope opleiding niet altijd de beste is. Oh. Bovenaan de berg vandaag, rechtsaf. Ja. Ja. Je wordt elke keer eigenlijk belemmerd bij het leren. Het is echt alsof je studieboek eigenlijk gewoon wordt dichtgeklapt. Zo van je mag niet meer verder leren. En dan, oh ja, volgende week pak het maar weer opnieuw op. En dan, je moet eigenlijk gewoon blijven oefenen, blijven lessen. En elke keer dan merk je gewoon aan jezelf van, oh, ik moet weer even aan die auto wennen. En dan merk je gewoon echt super snel. Dat is gewoon echt super jammer. Ja, nee, het is voor mij dadelijk geen roze pasje, maar echt een goud pasje als ik het haal. Helaas waren wij een VOF, dus we zijn privé aansprakelijk. Dus ze kleden we helemaal uit. Ja. Mijn huis is te koop. Dus de bank die je hebt, gewoon overal lak aan. Die zijn gewoon tuk, tik en wordt afgetikt worden. Is het niet linksom, dan is het niet rechtsom, maar dan wordt afgetikt. Ik ben meer kwijt dan alleen maar rijschool.